Let op, want vandaag leer ik jullie een lesje. Wat lukt wel en wat lukt niet? Met een hamer! Ja, echt! En de ene keer werkt het goed en de andere keer niet. Lieve kijkers, vandaag doe ik van alles met een hamer. En ik begin met een broodje maken. Eerst een lekkere klont pindakaas. En dan heel goed smeren. Met een hamer dan, hè? Nou, dat lukt nog best goed. Zo, hier nog een beetje. Top! Even dubbel vouwen. En dicht timmeren. Eet smakelijk. Tanden poetsen doe je normaal met een borsteltje. Maar vandaag doe ik dat met een hamer. Tandpasta erop. En poets maar. Gelukt! Eeuw! Oeps! Zou je een zakje chips open kunnen timmeren? Eens kijken of dat werkt. Volgens mij is die open. Oh nee, de onderkant is open. Hie, oeps. Lieve schatjes, welkom bij de les. We gaan gezellig even samen lezen. En jij mag beginnen. Schiet eens op. Dat duurt veel te lang. Weg jij. De volgende. Hup, lees jij. Dat duurt ook te lang. Lees jij maar, als je nog durft. Dan niet! En jij hoeft ook niet meer. Nee, schotten spelen met een hamer is stom. Tussendoor maak ik nog even een lekker crackertje klaar. Met kaas. Die kaasschaaf heb ik niet nodig. Want ik heb natuurlijk een hamer. Maar ja, hoe kun je dat het beste aanpakken? De cracker gaat stuk. En met de kaas lukt het ook niet zo goed hoor. Nee, geen goed idee. Zou je je hond uit kunnen laten met een hamer? Ik maak de riem er gewoon aan vast. Kom, kom, kom. Ik moet plassen. Ik moet plassen. Plasje, we gaan plasje, 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 plasje. Zoek jij maar een lekker plekje uit om te gaan plassen. Oeh, ja. Goed zo. Knikkeren moet vast lukken. Je geeft ze gewoon een tik. Alleen het mikken gaat de ene keer beter dan de andere. Bang. Oeps, sorry. Oeh, wat zie ik daar nou op tafel liggen? Lekker, een appeltje. Nou, daar wil ik wel een stukje van. Hup, een stukje zei ik. Heerlijk. Nee, bah. Vies appeltje. Nou, ik ben die hamer alweer zat hoor. Doei! En ik gooi hem gewoon even weg. Oepsie! Abonneer nu op mijn kanaal.